Goedenavond, welkom bij onze live modeshow hier bij Kampsmode in Dalfsen vandaag. Ja, het is al heel wat weekjes geleden, daar heeft natuurlijk een zomerstop tussen gezeten, dus het was nu echt wel eens weer tijd om naar Dalfsen te komen. Nou, we hebben een leuk team hier bij elkaar gescharreld, want we zitten ook zelf nog een beetje in de vakantieperiode, dus niet iedereen kon opkomen draven, maar dan is er toch ook altijd weer iemand die juist wel uit haar vakantie terugkomt om mee te doen aan deze modeshow. Dus dat is wel een applausje waard, maar dat doen we straks. Oh, er wordt al geklapt hier achter de schermen. Nou, ik sta met mijn handen vol riemen. Nou, dit is maar een greep uit onze grote riemencollectie, want we gaan vandaag riemen weggeven. Dus heb jij zin om een leuke riem te winnen, nu live in deze modeshow? Mag je reageren? En dan ben je er gelijk twee. Eén voor jezelf en voor iemand anders. Dus tag haar dan ook even om haar eventjes te tippen dat jij misschien wel samen met haar een riem gaat winnen. Het zijn leren riemen, dus het zijn echt mooie exemplaren. En we gaan natuurlijk ook een aantal showen vanavond. Nou ja, net als elke week ga ik het weer zeggen. We hebben heel veel leuke nieuwe spullen binnengekregen. Leuke jassen, maar ook heel veel andere mooie collecties. Van onder andere Lissy en Coco hebben we nog niet eerder geshowt dit seizoen. Dus dat gaan we vanavond zeker laten zien. Nou ja, vooral veel laagjes. Dus ik zal wel eventjes gaan praten over iedereen. Want ja, er worden wat laagjes geshowt. Want dat is de tijd waar we nu in zitten. Met al die winterjassen en dergelijke. Dus we willen graag laagjes zien. Nou ja, en dan hangt er nog een heel klein plukje sale in de winkel. En dat is sinds vandaag alles van de zomercollectie 70% korting. Dus wil je nog even een koopje scoren, dan kan het alleen nog deze week. Dan gaat het er ook echt uit. Kan in de winkels, maar natuurlijk ook online. En daar is ook alles 70% uit de zomercollectie. Nou, dat gezegd hebbende, dan kunnen we nu echt gaan starten met de modeshow. En natuurlijk start onze Miranda hier. Kom maar bij, Miranda. En Miranda die is gelijk goed in de laagjes. We beginnen bij het buitenste laagje. En dat is een hele mooie jas van Reset. Het is zo'n dons jasje. En wat deze zo speciaal maakt, is dat hij een asymmetrische rits heeft. Dus die rits zit niet helemaal in het midden. Maar net een beetje aan de zijkant krijg je een beetje dat bikergevoel. Wat wel handig is, is als je hem losdraagt, zoals Miranda nu doet, zit er wel een flapje achter de rits. Waardoor je wel de opening zeg maar, in het midden houdt. Dat is fijn. Leuke ritsen ook op de mouwen als detail. En lekker windvangers bij de polsen. Dus als je ermee op de fiets zit straks, dan zou je het ook echt wel lekker warm hebben ermee. Wat korter modelletje en dat is vooral fijn bij al die jurken en rokken die we natuurlijk nog steeds in het modebeeld zien. Nou, daaronder geef mij maar even, want je hebt nog meer uit te doen zometeen, een hele mooie combinatie. Ik zei het al, van Lissy en Coco. Nou, we hebben verschillende programma's binnengekregen en dit programmaatje is er dus één van. Met een hele mooie grijs-groenige toon in combinatie met het camel. En dat is een hele goede combinatie, zo dat jasje met de rok. En we hebben altijd een bijpassende sjaal ook bij, om het plaatje helemaal compleet te maken. Dit jasje heeft een beetje een leather look gevoel, maar zit volop stretchen. Dus hij zit echt heel aangenaam. En dat zorgt er ook voor dat Miranda hem zelfs over de trui aan kan hebben. Maar dan gaan we het laagje eronder zien. Want daar zit dan ook nog een hele leuke bijpassende trui bij. Ook uit de collectie van Lissy en Coco. En hier zit een geintje bij. Want je kan hem aan twee kanten dragen. Dus je kan kiezen welke tint je aan de voorkant draait. De zandkleur of, het is beide zand. Maar de lichte zand of de donkere zandtint. Zo moet ik het dan maar zeggen. En deze lichte zand heeft ook wat grijzigs in zich. Waardoor die ook weer heel goed matcht bij deze rok. Nou ja, natuurlijk even afgesteld met de juiste accessoires. De Fabs Westernlaars kan hier heel goed bij in die grijzige, taupe-achtige tint. En Miranda maakt hem dan compleet met een riempje. En dat zie je maar dat je dus ook op deze manier zo'n trui heel vrouwelijk kan stylen bij een rok. Dankjewel voor je eerste ronde, Miranda. En dan gaan we kijken naar Jennifer. En die is dus speciaal vandaag, kom maar bij Jennifer, van haar vakantie teruggekomen om hier vanavond te kunnen showen. Nou, dat vind ik echt altijd wel een applausje waard, want dat vind ik echt super lief. En gelukkig was je niet ver weg, want anders moesten we je invliegen. Nou, dat ging misschien een beetje te ver, maar je was lekker in de buurt. Dus het kon prima zo. We gaan kijken naar jouw mooie jas, Jennifer. Een hele mooie uit de collectie van Milo. Een mooie wollen jas. En vooral de kraag is dan heel bijzonder. Het is een beetje een capuchon kraag, dus je kan er echt een capuchon van maken. Maar je kan hem ook een beetje dubbel vouwen en dan heb je er gelijk een kraag van. En op die manier is het dan zowel een wat stoerdere jas te dragen, maar ook wel heel erg vrouwelijk. Ook de kleur, ik weet niet of je dat heel goed kan zien op beeld, maar hij is een beetje bottelgroen, heel diep donkergroen. En er zit ook een zwarte draad bij door, dus met zwart gecombineerd kan dat heel erg mooi.
Daaronder, want ook bij jou zitten we in de laagjes. Moet ik wat aannemen? Ja, tasje maar eventjes. Hè. Daaronder zit een jasje van Lissy & Coco. Hetzelfde jasje als die we zojuist zagen bij Miranda. Alleen deze is dan meer sweddine, dus dat is imitatiesweden. Maar ook datzelfde gevoel, want hij stretcht zo lekker mee. Hij heeft heel mooi, die onderboord is soort van geplisseerd. Dus hij is een beetje aan elkaar gekreukeld. En dat zorgt voor een heel mooi slankmakend effect. En daaronder zit een bijpassend blousonnetje. Heel erg leuk, die gaan we ook even bekijken. En ja, deze kleuren die spreken de meeste gelijk aan. Je hebt hier al die mooie herfsttinten in zitten. Maar wat ze goed hebben gedaan, zowel de warme als de koele tinten met elkaar gecombineerd. Want er zit ook een beetje grijs in. En dat neigt weer een beetje naar blauw. Waardoor we het ook leuk vinden om te laten zien dat je dit ook heel goed op een spijkerbroek kan combineren. Nou, deze geweldige spijkerbroek komt uit de collectie van Parami. Nou, en misschien was het je al wel opgevallen. Ja, inderdaad, vanaf de zijkant even bekijken. Hij heeft dus een soort van dubbele zijnaad. En dat maakt dat je een wat lengte-effect krijgt. Dat maakt dat je een wat optisch smaller been krijgt. Dus dat is echt wel een allemansvriend, deze broek. Nou was hij bij Jennifer iets te lang. Nou denk je misschien, wat heb je hem ver omgeslagen? Maar dat mag. Want we gaan deze grote omslagen steeds weer meer zien. Hoeft dus niet. Je mag hem gewoon recht dragen. Dat is helemaal goed. Maar juist als je dat leuk vindt, kan je ook die grote omslag maken. En dan kunnen we ook meteen jouw mooie Chelsea boot daaronder zien. Deze is nieuw van Dwars. En die is helemaal gevlochten. Echt leer. Dus ook lekker soepel. En aan de zijkanten dat elastiek. Dus daar stap je zo in. En dan heb je gelijk hele mooie stoere stappers bij zo'n mooie jeans. Nou, ik denk een hele mooie outfit. Dankjewel voor je eerste ronde, vakantieganger. En dan gaan we kijken, wie komt er dan? Ja, Miranda, maar niet gelijk de eerste Miranda. We hebben een nieuwe Miranda. Nou, welkom Miranda. We stikken in de Miranda's, want we hebben in Nieuw-Amsterdam ook nog een Miranda. Dus we hebben er drie. Maar welkom dat jij erbij bent, Miranda. Want dat vind ik erg leuk. En dan ook gelijk showen. Want dit is ons allernieuwste gezicht hier in Dalfsen. Nou, gelijk met je neus in de boter, hè? Maar dat kan jij gewoon. We gaan kijken naar jouw mooie jas. Deze komt uit de collectie van Reset. Mooie donkerrode kleur. Hebben we goede sjaals ook bij. Kijk, dan zie je net eventjes dat dat rood erin terugkomt. En dan heb je gewoon net een mooie combinatie ook bij zo'n donkerrode jas. Met een hele mooie sjaal. Capuchon zit eraan vast. Er zit een extra kraagje aan de binnenkant. Dus dat zorgt ook voor dat hij lekker langs je hals aansluit. Wat je dus ook lekker warm maakt, houdt. En hieronder ook weer die boordjes aan de binnenkant van de mouw. Waardoor het niet naar binnen waait als je op de fiets zit. Nou Miranda, je hebt het jezelf moeilijk gemaakt. Geef mij maar wat aan, want het is allemaal heel veel. Want we willen natuurlijk ook zien wat eronder zit. Nou, moet je eens even kijken. Het allernieuwste uit de collectie van Juffrouw Jansen. Nou, Juffrouw Jansen staat bekend om leuke jurkjes en rokjes. Gaan we straks ook nog meer van zien. Maar moet je eens even kijken hoe leuk deze rok is. Gaan we eerst kijken naar de rok. Het is een imitatie leer. En hij heeft een soort van overslag. Dus aan deze kant zit hij dicht. En aan de andere kant, wil je een beetje omdraaien Miranda? Nou, helemaal nog omdraaien. Nog een stukje verder. Daar, ja, want kijk, dit wil ik graag even zien. Kijk, het is een soort van overslag. Hij zit wel vast. Hij zit hier met een bandje, dus het rekt ook allemaal lekker mee. En een mooi plooitje. Nou is Miranda super slank, maar als je een klein buikje hebt, dan zul je zien dat het heel mooi verdoezelt, ook met dat plooitje. Nou, de top die Miranda erbij heeft, is ook van Juffrouw Jansen. Leuk dat je hem wat korter hebt gestrikt, want hier zit zo'n mooie strik aan. Je kan hem wat langer dragen, je kan hem wat korter dragen. En dit draagt gewoon lekker als een t-shirtje, dus het hoeven niet altijd ingewikkelde blousjes te zijn. Mooi met dat bordeauxrood op de ondergrond en dan in combinatie met zwart. En wat Juffrouw Jansen dan weer heel goed gedaan heeft, is dat halslijntje iets hoger in de nek. Dus dan heb je toch iets van een kraagjesgevoel. Klein V-halsje, niet te diep, gewoon heel mooi subtiel. En dan kan je hier een mega hoge pump onderaan doen met een grote hak. Maar daar hebben we nu even niet voor gekozen. Hebben we ook overigens niet in de collectie, moet ik eerlijk zeggen. Wij gaan dan voor de stoerdere variant met deze bikerboot. Het moet bij je passen. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, nou, ik heb daar liever een wat gekleder laarsje bij. Maar dat kan natuurlijk ook. Maar we willen het juist ook graag op deze manier laten zien. Dankjewel voor je eerste ronde. Goed gedaan. En dan hebben we vandaag Natasja maar eens weer van stal gehaald. Kom erbij, Natasja. Lekker warm gekleed. Nou ja, Natasja die is altijd onze vliegende kiep in alle winkels. Maar ook zeker bij alle modeshows is ze regelmatig aanwezig. En we gaan kijken naar jouw jas. Ook weer een leuke jas uit de collectie van Reset. Nou, je ziet nu meteen al dat we wat langere varianten hebben, maar ook kortere varianten. Dit soort korte variantjes zijn ook fijn op de fiets bijvoorbeeld. Hè. Dan blijf je ook nooit achter het zadel steken. Het zijn maar weer van die praktische zaken waar je soms aan moet denken. Maar ook bij jurken en rokken is vaak een wat korter modelletje net wat pittiger. Je mag hem nog niet uitdoen. Want ik wil dit nog even laten zien. Als je hem dicht gaat dragen, dat hoeft nu niet. Er zit een hele leuke zakverwerking in dat puntje. Dus het geeft ook gelijk wat taille effect. Mooie kitkleur en slim.
die binnenkant, want we hebben vorige week ook al heel even laten zien. Maar die binnenkant is zwart, dus met make-up en dergelijke zit je nooit kliederen. Want dat zie je dus niet op de zwarte kraag. Daaronder, Studio Anneloes. Nou, Studio Anneloes hebben wij een tijd lang niet gevoerd hier bij Kampsmode in Dalfsen. Maar dat is helemaal nieuw hier. De hele achterwand achter Natasja is ook allemaal Studio Anneloes. Dus we hebben gelijk een grote collectie hier. En dit is het allernieuwste wat binnen is gekomen. En nou zou je haast denken, hey, leuk zo'n jumpsuit. Maar dat is het niet. Het is een blouseje met een broek. Dus je kan het ook allemaal lekker los van elkaar combineren. De blouse aan de voorkant, als je een beetje bekend bent met Studio Anneloes, dan herken je hem als de Poppy, het model Poppy. Alleen deze is net even anders en dan moet je je toch nog een keer omdraaien. Want kijk, hier zit dus, dan ga ik even frutselen, een elastiekje onderin. Dus deze gaat gelijk al lekker zo blousen om je heen. En heeft dus bijna aan de achterkant het effect van een jasje. Mooi met die lengtestreep, geeft natuurlijk ook lekker lengte-effect. Ja, en de laarsjes, je ziet ze bij ons nu in de show vaak voorbij komen. Deze laarsjes uit de collectie van Dwars. Mooi die western boot met een hakje, maar wel een fijne hoogte. Daar zal je niet snel zere voeten in krijgen. En dan is dit samen een hele mooie combinatie. Dankjewel, Natas. Zo, ronde 1 zit erop. We gaan door naar ronde 2. Hoe kijk je van die bordjes nodig eigenlijk? Nee hoor, Miranda, kom er maar bij voor jou. De tweede ronde in een mooie, briekachtige, roestachtige oranje tint jas. Hele mooie jas met een grote capuchon er ook op. Fijne lengte, net even over de billen. Capuchonnetje kan er ook af. En je ziet dat hij is afgezet met zwart. Mooi zwart gevoerd, maar ook zwarte accentjes. Dus geeft daarmee een heel mooi contrast. Nou, en als jij je jas zo een beetje open doet, dan zien we gelijk die prachtige blouse. Die komt ook uit de collectie van Juffrouw Jansen. Oh, daar gaat de sjaal. Ik pak hem eventjes. Hele leuke blouse. Moet je eens even kijken naar die mooie kleuren in deze print. Er zitten allemaal bloemen in verwerkt. Er zit lichtgeel in. Er zit mooi bordeauxrood in. En alles in combinatie met zwart. Ja, en terecht dat je eventjes je armen spreidt. Want ja, die mouwen, jongens, het blijft belangrijk. Hier zit een hele grote ballonmouw in. Ja, prachtig natuurlijk. Op deze manier gecombineerd bij de Studio Anneloes broek. Wederom modelletje Margot. Maar kan ook prima bij een zwarte rok bijvoorbeeld. Zoals het Miranda hiervoor al showde. Want met een zwart rokje is die dan wat gekleed. Maar is die ook prachtig. Zeg je nou van, oh, ik ben helemaal weg van deze print. Heb je daar nog meer van? Ja, dat hebben we. We hebben er ook een jurkje van, maar die zit vandaag helaas niet in de show. Maar die kan je alvast wel eventjes bij ons op de webshop online bekijken. Nou, een riempje erbij natuurlijk. Dit is een leuke wikkelcentuur. Die doe je 2 keer om je heen. Dus als je naar het toilet moet, moet je wel even frutselen om de boel weer af te doen. Maar het geeft wel een heel mooi effect. Geeft net een wat stoerder effect aan zo'n outfit. En dan in combinatie met een westernlaars helemaal oké. En oh ja, als laatste, ik zie ineens, ja, inderdaad, ja, accessoires, de oorbellen zijn van jezelf. Maar die ketting komt uit onze collectie. Heel leuk goudkleurig kettingje, natuurlijk niet echt goud. Met zo'n klein pareltje, want we zien aan de ene kant hele grote opvallende kettingen. En aan de andere kant mooi klein, subtiel en wat meer onopvallend. Maar geeft toch net eventjes extra schwung. Dankjewel Miranda. Jennifer heeft zich omgekleed en ook zij weer in Lissy en Coco. Nou, kom er maar bij. Dit is echt een prachtige outfit. Ik vind toch eigenlijk wel, als je bijvoorbeeld moeder van de bruid bent, of nou ja, in elk geval een beetje een gelegenheid hebt, een receptie. Nou, ik kan het allemaal zo gek niet bedenken, maar dit is echt wat gekleder. Komt dus uit de collectie van Lissy en Coco en hier is veel over te vertellen. Waarom? Omdat dit natuurlijk heel erg mooi zo samengaat als een mooi vestjasje en een jurk. Maar je kan dit dus ook allemaal binnenste buiten dragen. En dan krijg je een heel ander effect. Nou, daar gaat hij hoor. Kijk eens, de print van de jurk en het vestje zijn dus gelijk. Maar doe je het vestje op deze manier aan, zullen we hem even aandoen? Ja. Dan ziet hij er dus zo uit en dat kan ook heel goed. Dus je zou dan ook nog, als je gast bent op een bruiloft bijvoorbeeld, overdag de ene kant en 's avonds de andere kant kunnen dragen. Dan lijkt het net of je je compleet hebt omgekleed. Dan gaan we natuurlijk deze er even uithalen, maar dat moet er even aan zitten natuurlijk op het moment dat je wil weten hoe je het moet wassen. Maar daarna gaat het er ook af. Maar ook die hele jurk, en dat gaan we nu niet laten zien, ook die hele jurk kan binnenste buiten. Dus dan heb je zo'n jeansachtige jurk en dan doe je bijvoorbeeld de geprinte kant van het jasje eroverheen. Ja, zo inderdaad. Nou, we doen het nu nog even met blote benen. Straks zal je daar misschien een dunne panty onder doen. Kan natuurlijk een leuke hak onder. Maar we hebben nu dan even gekozen voor het laarsje. Even een neutrale kleur. Want het gaat natuurlijk om die prachtige jurk. En die mooie blazerjas. En ja, dan kan je natuurlijk in... Ik ga nog even aan je frutselen. Want je kan dan nog eventjes dit zo omslaan als je het leuk vindt. Heb je toch net eventjes een goede mouwlengte zo op de elleboog. En hij is ook heel mooi aan de hals verwerkt. Met zo'n beetje golvend halslijntje. Prachtig.
Dankjewel. Leuk dat je het even hebt laten zien. Want dit moet je echt even aanzien. Hè? Dat geldt trouwens voor heel veel dingen. Miranda, kom jij erbij? Want dit willen we ook zeker even aanzien. Deze jas hebben we in het begin een keer geshowt. Toen hadden we nog geen enkele winterjas binnen. Alleen nog maar deze. En hier werd zo goed op gereageerd. Dat we dachten, nou, we kunnen hem gerust nog een keer laten zien. Want die vonden jullie allemaal mooi. En misschien was je er een paar weken geleden nog niet aan toe. En denk je nu, ja, ik moet straks wel een nieuwe winterjas. Nou, als je er nu een leuke bij hebt, dan zou ik er zeker bij zijn. Want die winterjassen zijn nu toch al wel volop binnen. Ik zie hier mooie ritsen aan de mouwen. Die wil ik je eventjes laten zien. Je kan dus open ritsen. Ik snap dat je dat niet snel zou doen. Maar dat heeft wel een heel leuk effect zo aan deze jas. Capuchon kan eraf. Nou ja, hij is prachtig. Er hoeft eigenlijk weinig woorden aan vuil te maken. Daaronder zit ook iets moois. En dat gaan we nu zien. Dat is een gebreide jurk. Uit de collectie van Monari. Nou, Monari staat bekend om de glimmertjes en de glansjes en de letters en opdrukken. Nou, maar dan altijd wel op een hele chique, subtiele manier. En dat kunnen we hier dan ook heel duidelijk zien. Hij heeft een capuchonnetje, want capuchonnetjes, die hoodies, die zijn echt helemaal binnen dit modebeeld. Nou wilde net de cameravrouw jouw rug even inzoomen, want daar zitten ook allemaal leuke letters op. Het is niet overdreven veel, het is ook niet heel erg in het oog springend. Toch net even die subtiliteit. Nou ja, wat draag je daar dan bij? Je kan daar natuurlijk een panty onder dragen. Dan heb je hem echt als jurk. Maar Miranda heeft ervoor gekozen om daar eventjes een aangesloten broekje bij te dragen. Gewoon een travelbroekje. Kan een legging zijn, ook wat mij betreft. En dan met deze leuke, stoere Chelsea boots. Die achterkant grijs, de voorkant zwart. Precies in de kleuren van de jurk. Is gewoon een topcombinatie. En met zo'n gebreide jurk ben je niet alleen mooi. Maar voel je je ook nog eens lekker comfortabel. Want het zit natuurlijk heel aangenaam. Dankjewel, Miranda. Natasja, ook in Lissy & Coco. Ja, we hebben een Lissy & Coco show. Moet je eens even kijken. Nou, deze dame die heeft ook een feestje. Daar hoef je niet achteraan. Ja, en dit is weer zo'nzelfde verhaal als dat we zojuist bij Jennifer zagen. Want je ziet hier al die flap van de wasvoorschriften aan de buitenkant. Die moeten natuurlijk af. Want je kan deze ook binnenstebuiten dragen. Zou ik bij dit jurkje op deze manier niet doen. Maar we hebben van dezezelfde print, zowel binnen als buiten, ook een jurkje. Dus dat, ook die combinatie kan je maken. Maar we wilden met Natasja eigenlijk even deze jurk laten zien die ze hieronder aan heeft. Zal ik je even wat van je aannemen? Kan je hem laten zien. Want dit is een zwerdeachtige jurk. Zit wat losser om je heen. Zit allemaal niet zo strak. Heeft een driekwart mouwtje. En ja, nu dus nog even met blote benen. Maar straks met een panty. En dan zit er ook weer een leuk grapje. Want hier kan je deze zou je leuk om kunnen slaan. Maar je kan hem dus ook helemaal binnenstebuiten wederom dragen. En dan krijg je hem in deze variant. Ik heb hem er nog even bij gepakt. Dan krijg je hem zo. Dus dan heb je echt twee totaal verschillende jurken. Voor de prijs van één. Hij kost €89,95. En dan heb je echt met één jurk echt twee verschillende uitstralingen. En waarschijnlijk zal altijd één van beide je voorkeur hebben. Maar het is leuk dat je op deze manier kan variëren. Dankjewel. Alsjeblieft. Wil je alles mee? Ja, dankjewel. Handenvol. Miranda Brandsema, ik moet de achternaam bijna bij melden. Kom er maar bij. Want wij willen jouw derde outfit natuurlijk ook graag zien. Ja, dit is Fabienne Chapeau. Hebben we hier natuurlijk ook in Dalfsen. En Fabienne Chapeau is wel een heel populair merk, merken we hier ook. Maar allereerst gaan we even kijken naar het leren jasje. Die heb ik net vanavond nog meegenomen. Die hebben we vanmiddag nog geprijsd in Coevorden in ons centrale magazijn. En dit is een heel mooi, soepel, echt leren jasje van Gypsy. Leuk ook inderdaad met die accenten. Net even een drukknoopje en een ritsje op de arm. En dit zijn gewoon tijdloze jasjes. Hè. Die kan je zowel nu aan als ook in het voorjaar. Die draag je bijna het hele jaar door. En je kan hem ook zowel binnen als buiten prima dragen. En die bikermodelletjes, ja, die blijven gewoon zeker nog. Nou, daaronder, als we het nou over feestjes hebben, dan is dit ook heel geschikt voor een feestje. Helemaal uit de collectie van Fabienne Chapeau. Leuk, al die laagjes. Dit is dus geen jurk. Dit is een top met een losse rok. Dat zijn die wikkelrokken die we van Fabienne ook kennen. En deze wikkelrok heeft aan de onderkant helemaal een roezelstrook. En hij is helemaal gemaakt van mesh, dus dat stretcht lekker mee. En de top heeft doorzichtige mouwen, maar het voor- en achterpand zijn natuurlijk gevoerd. En heeft een heel klein los kolletje. Mooie kleur, ondergrond is zwart in combinatie met kobalt en petrol zit erin. En Miranda heeft dan ook het truitje even omgeslagen. Die zou je ook natuurlijk hier los bij kunnen combineren. Zal ik het jasje aannemen? Ja, dan kan jij het truitje laten zien. Schattig truitje, die kan je natuurlijk ook heel mooi hierbij dragen. En ja, Fabienne, zou Fabienne niet zijn? Dit soort leuke details zitten er natuurlijk altijd in. Leuk met die kleine knoopjes. Een hartje en een bloemetje. En een klein roezeltje langs de mouwen en langs de hals. Nou, het tasje gaat weer om. Kettingje gaat weer mee. Zo zie je dat hij ook hier goed bij combineert. En dan sta je er heel zwierig op.
Dankjewel. En alles weer mee. Jennifer in Studio Anneloes, kom je erbij? Ja, mooi hoor. Ik zei het al, hè? Studio Anneloes is nieuw hier bij ons in Dalfsen. Op zich niet nieuw bij ons, maar wel hier in Dalfsen nieuw. En deze tuniek, dat is de Woopsie. Ja, ze hebben allemaal van die leuke namen. Maar als je nou Studio Anneloes fan bent, dan ken je al die modellen misschien inmiddels een beetje. Deze kan je dus als tuniekje dragen, zoals Jennifer dat nu doet. Zit lekker steekzakje in, dus dat staat altijd wel heel lekker comfortabel. Maar je kan hem ook open dragen en dan doe je er een leuke top onder. Dat zou dan maar zomaar deze kunnen zijn. Kijk, dat is die mooie paarse kleur die ook in die print zit. En dan doe je hem open dragen en dan heb je meer een jasje effect. Nou, in combinatie met die fijne travelbroekjes natuurlijk van Studio Anneloes. Dan weet je ook zeker dat je een hele comfortabele outfit hebt. En dit staat gewoon superleuk zo bij elkaar. Weet je, dit is gewoon makkelijk. Dit stretcht lekker. Dit voelt gewoon aangenaam. En je bent er heel mooi mee. Ook als je weer bijvoorbeeld naar kantoor gaat. Want dat gebeurt inmiddels natuurlijk ook weer heel erg volop. En die laarsjes, wij zijn er fan van. En dat is niet zo gek. Want ook hierbij passen ze perfect. Dankjewel, Jennifer. Nou, Miranda, je doet het goed hoor. Kijk eens, alweer omgekleed. Nou, dat is altijd wel een race tegen de klok. Mooi, Miranda. Dit is een hele mooie merkenmix. We beginnen met jouw trui. Die is van Opus. Heel mooi fijn gebreid truitje in een mooie, wat zou ik nou zeggen? Het is niet helemaal mintgroen, maar het is wel een hele lichte kleur groen. En deze groene kleur zullen we voorlopig vaker voorbij zien komen. Ook. Ik moet bijna niet zeggen, maar ik zit zo volop in de inkoop voor volgend zomer. Maar ook daarin zitten heel vaak van dit soort tintjes. Dus dat wil ik alvast meegeven. Een hele belangrijke kleur voor de komende tijd. Nou ja, laten we ons eerst maar eens richten op de herfst en op de winter. Daaronder een heel mooi blouseje. Ja, je wil hem uitdoen, hè? Het is een toestand. Maar kijk eens, een schattig blouseje. Geef maar, leuke ketting ook. Een schattig blouseje uit de collectie van Smashed Lemon. Nieuw bij Kampsmode. We hebben het verleden ook wel eens gevoerd. Het merk gevoerd. Maar dat hebben we nu weer terug in de collectie opgenomen. En hier in Dalfsen vind je dan ook deze leuke blouses. Moet je eens kijken met die roezeltjes. Een klein lurex draadje zit erin. We zien een bloemetje. We zien een paisley printje. Eigenlijk al die dingen die juist nu zo hip en happening zijn. Mooi met een turtle halsje. Dus hij zit mooi losjes langs je hals. En dan aan de achterkant inderdaad het knoopje. Nou ja, thuis knip je natuurlijk de kaartjes eraf. Dan heb je even zo'n gat waar je zo heel subtiel je huid ziet. Ja, en deze broek prachtig natuurlijk. Uit de collectie van Esqualo. Een mooie corduroy broek met een flarepijp. Nou, Miranda heeft lange benen. Dus hij is ook mooi op lengte voor jou. En ik denk een hele mooie outfit zo bij elkaar. Dankjewel. Oh, nou sta ik nog met een ketting, maar dat geeft niks. We gaan kijken naar Natasja. En dit is voor Natasja zelf de verrassing van de avond. Want ze deed het net aan en toen zei ze, oh wat mooi Natasja. En toen zei ze, nou ik hou het. Nou terecht, want het staat je echt voortreffelijk. Wederom een jurk van Juffrouw Jansen. Een blousejurk. Ja, en wij houden ervan hè Natas. Dan doen we lekker dat kraagje tot boven toe dicht. En dan doen we dat centuurtje die eigenlijk om de taille hoort. Die doen we dan als strik. En dan doen we om de taille zo'n mooie elastische riem. Dat kan, het hoeft niet. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, het is me veel te veel gedoe. Nou, dan doen we gewoon die hele stropdas af. En dan kan je hem een beetje openknopen. En dan is het ook heel erg leuk. En dan kan je dit centuurtje natuurlijk gewoon om je taille dragen. Kijk, zo kan het ook. Maar ja, sommige mensen, waaronder wij allebei eigenlijk wel, vinden dat soort strikjes dan ook heel erg leuk. Het is gewoon lekker tricot. Het stretcht dus ook lekker mee. Het zit allemaal niet te strak om je heen. En met zo'n brede riem creëer je wat extra taille. En dan kleedt de boel super goed af. Wat ik er even bij wil vertellen, dat schattige tasje, die komt ook uit onze collectie. We zien er af en toe een aantal van voorbij komen. Maar die tasjes, die kan je dus allemaal bij ons vinden. Helaas niet online, maar wel in onze winkels natuurlijk. Dankjewel! Nou, dan heb ik stiekem even een rondje om onze cameravrouw Lichelle heen gelopen. En heb ik even een kaartje opgehaald om zometeen de winnares van de riemen bekend te maken. Maar natuurlijk niet voordat ik heb verteld wat ik zelf vandaag draag. Ik ben in de collectie van Fabienne Chapeau gestapt ook. Een schattig vestje vond ik wel met zo'n heel klein pofmoutjes, een klein beetje schoudervulling hier. Dus dan krijg je echt een beetje die pof in de schouders. Met dan ook weer gelijk hier die wijdere ballonmouw in een mooie zachte gele tint. En zo zie je maar dat er dus ook in zo'n najaarscollectie gewoon ook lekker kleur zit. Dus het hoeft echt niet saai en donker te zijn. De broek, dat is de puk. En dat is een wide leg. Ja, wijde pijpen. We gaan het steeds meer zien. En dat zit dus heerlijk zo los om je benen. De broeken van Fabienne zijn goed op lengte. Ook wel fijn. En als je hem dan nog langer wil maken, had ik al even gespiekt, dan zit er ook nog ruimte
in. Dus je kan hem zo nog 3 centimeter langer maken voor de dames met de hele lange benen. Topje die is uit de collectie van Mos Kopenhagen en soortgelijk hebben we ook van Frequent. Toch altijd leuk met die kleine kantjes zo langs de hals. En dan heb je net even wat een extra leuk effect. Riempje komt ook bij ons uit de collectie. En dit zou dan dus zomaar het riempje kunnen zijn wat jij hier nu vanavond gaat winnen. En de winnares is... Truus Paulussen, gefeliciteerd Truus. Jij en nog iemand die jij blijkbaar getagd hebt, dat heb ik natuurlijk niet meegekregen tijdens de show. Maar jij wint dus 2 riemen, dus jij mag samen met iemand anders een leuke riem komen uitzoeken op onze kosten. En jij mag even aangeven waar je dat het liefste doet, dan zullen we zorgen dat ons betreffende team er dan ook van af weet. Stuur ons even een privéberichtje, dan maken we dat in orde. Dus ik hoop dat je er blij mee bent, gefeliciteerd. Nou... Dit was de show van vanavond. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Maar ik hoop dat we je ondertussen ook een keer weer in onze winkel mogen begroeten. De winkels staan natuurlijk weer met de deuren wagenwijd open. Dus kom gezellig langs. Drink een kopje koffie. Maak er een leuk uitje van. Want dat kan gelukkig weer. En dan ontvang je ook hier graag in Dalfsen. En volgende week is de show in, ik moet even nadenken, Emmen. Dus dan om 19:30 weer de live modeshow vanuit Emmen. Op dezelfde tijd en hier gewoon gezellig op Facebook. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wens je een fijne avond en ik hoop tot ziens. Dankjewel.